Wij zijn van de frisse blik. We gaan... We gaan de burgemeester interviewen. Vind je het eng? Een beetje. Ik vind het wel spannend. Ja, dat vindt iedereen wel. Goedemorgen, ik ben Julia. Hoe heet u? Goedemorgen, ik ben Eberhard van der Laan. Heeft u vrouw en kinderen? Ja, ik heb 3 kleine kindertjes en al 2 oude kinderen. En ik ben getrouwd. Goedemiddag, ik ben Soekena van de Paulusschool. We komen u interviewen. Wat vindt u van ons project? Ik vind het een heel erg leuk project. Ik vind het ook heel dapper dat jullie hier komen. Want het is toch wel even moeilijk om gewoon met de burgemeester te gaan praten. Heeft u een talent? Een talent? Dat is moeilijk om van jezelf te zeggen. Ik hoop het wel. Je bedoelt iets waar ik wel een beetje goed in ben? Ja. Ja, ja, nou weet je, toen ik jong was, toen ik klein was, kon ik wel een beetje goed voetballen. Maar dat kan ik helemaal niet meer nu. Maar dat was wel een talent. Beetje hoor, niet overdrijven. En nu denk ik dat ik heb wel een talent voor hard werken. Weet je, ik word niet gauw moe of zo. Dus dat is wel fijn. Ja, en verder moeten andere mensen maar zeggen of ik talent heb of niet. Hè? Dus, en of ik genoeg talent heb om burgemeester te zijn. Dat is niet aan mij, maar aan jullie, hè? De journalisten en de bewoners van Amsterdam. Wat vindt u het leukst om te doen als burgemeester? Dat is een moeilijke vraag, want er zijn heel erg veel leuke dingen. Ja, ik vind het heel erg leuk natuurlijk om gewoon met de mensen te praten op straat. Dus Amsterdammers zoals jij. En dan vragen van, nou, wat vind je dat er goed gaat? En wat moet er misschien nog beter gaan? En hoe kan je daarbij helpen? Kunt u nog wat aan doen aan onze speeltuin, de speeltuin De Wildzang, want die zandbak ruikt naar poep. De, zeg maar, speeltuin van de school, hij hoort bij de school, hè? Dat is iets wat zij goed kunnen organiseren en moeten organiseren. En als daar poep is, is niet fijn. Die moet gewoon worden weggehaald. Oké. Maar, dus je moet het maar even naar je juf toe gaan en zeggen, juf, daar wil ik toch over praten. We vinden dat vies. Kun je daar niks aan doen? En als het dan niet gebeurt, dan moet je even bij me terugkomen. Dan ga ik even een keer bellen met die juf. Mogen wij een handtekening? Ja, natuurlijk. Ik denk, vraag je het dan nooit aan me. Kom op. Weet je, je moet ook... je moet denken, problemen zijn er om op te lossen, hoor. Even kijken, zet ik hier mijn handtekening erbij. Nou jongens, het was echt een eer dat jullie mij hebben geïnterviewd. Dankjewel. Wij vonden het ook leuk.